Tijdens het uh, trainingskamp Clawbo, daar maakte hij in ene klap een sprong. Je hebt één hele snelle bocht op de 1000 meter. De tweede bocht, dat is de snelste bocht zeg maar, van de afstand. En daar had hij gewoon een technisch probleempje. En dat technische probleempje dat, uh, zorgde ervoor dat je gewoon een aantal tienden verliest. Ja, daar hebben we hard aan gewerkt. En uh, ja, dat hebben we bijna helemaal goed. We maken videoanalyses, die bespreken we. we geven onder, tijdens, de, tijdens de ijstraining geven we aanwijzingen. Dan zie je ineens, als het ware op een, zie je de goede kant op gaan. En dan zie je dat hij die positie beter kan houden. En dan, ja, dan groeit dat er zo in, in een paar dagen. Wat je met Stefan veel doet, is van, je geeft hem informatie. Stop, je geeft hem informatie. En dan moet je hem even met rust laten en dat hij het dan verwerkt. En dan komt hij vaak zelf terug weer met een soort feedback. En dan ga je er weer even aan en dan laat je hem met rust. En dan uh, valt het meestal op zijn plek.